Goed, we staan op de Kronenberg Groep stand op Provada. En we gaan het hebben over de transformatie van Hilvershof in Hilversum. Een van de allereerste overdekte winkelcentra in Nederland, zo niet het allereerste. En al sinds enige jaren in eigendom van de Kronenberg Groep. Een aantal jaren geleden een operatie geweest die met name het aanzicht aan de Groest heeft veranderd. Maar nu zijn jullie bezig met iets veel rigoureuzers voor te bereiden. Vertel eens. Nou, het is eigenlijk begonnen met de aankoop van twee panden aan de Kerkstraat naast onze huidige entree. De Kerkstraat is verreweg de belangrijkste entree voor, naar het winkelcentrum toe. En het hoofdwinkelgebied van Hilversum. Precies, dus de belangrijkste winkelstraat in Hilversum. Ja. Er zijn meerdere entrees naar het Hilvershof toe. Maar deze is het belangrijkste. Het is eigenlijk een vrij kleine entree. Dus voor ons een belangrijke aankoop geweest. En toen hebben we besloten om daar door een architect Rijnboud een mooi plannetje te laten maken. Om dan die entree ook daadwerkelijk te vergroten. En eigenlijk kwam van het een het ander. Dus het werd wat van het entreegebied vergroten, werd het naar een renovatie. En uiteindelijk noemen we het nu een transformatie. Want uiteindelijk worden nu bijna alle winkels geraakt en alle vloeren, alle plafonds. Het krijgt een totaal nieuw beeld. Ja. Niets meer of minder dan een hele upgrading eigenlijk. Hè? Want ik heb de artist impressions gezien en de totale uitstraling, het niveau ervan verandert ook. Ja, niet alleen dat. Ook de hele routing verandert. Waar we nu twee entrees aan de Zeedijkzijde hebben en twee entrees aan de Groestzijde. Ja. En eigenlijk nog een carré in het midden waar je omheen kan lopen. Verandert dat helemaal. Dus de hele routing wordt in feite een E-vorm. Dus één entree aan de Kerkstraat, één aan de Zeedijk en één naar de Groest toe. Ja. Dus een heel leesbaar winkelcentrum, leesbare routing. Waar je nu nog bijna kan verdwalen als je door het winkelcentrum loopt. Volgens mij heb ik ook gezien dat er iets aan de hoogte gaat gebeuren. Klopt, eigenlijk die lagen die je net omschrijft, ja. Daar gaat ook van alles veranderen. De min 1, dat is nu een winkellaag eigenlijk alleen maar voor de Dirk van den Broek. En we willen die meer bij het winkelcentrum betrekken. Ja. Dus de roltrappen die nu vanaf begane grond naar plus 1 en plus 2 het eerste parkeerdek gaan, die gaan één laag hoger naar ook het parkeerdek op plus 2. Of het hoogste parkeerdek. Maar zullen ook op dezelfde plek doorzakken naar Dirk van den Broek. Ja. Zodat we echt één duidelijke kern krijgen. Een verticaal stijgpunt van min 1 tot het bovenste parkeerdek. Ja. We kunnen dan meteen ook voorzien in meer winkels in de kelders. We proberen daar ook veel meer een winkelgevoel te maken. Ja. En de eerste winkellaag die zal ook voor een deel verdwijnen. Zodat we een dubbel hoge passage krijgen. Dus vanuit de kerk, met name vanuit de Kerkstraat. Loop je naar het centrale plein, naar dat stijgpunt toe. Dan loop je eigenlijk door een dubbel hoge winkelstraat. Waar dat nu nog een winkelstraat is, begaande grond met boven je ook nog een winkellaag. Ja. En dat verdwijnt dan. En wat betekent dit voor de huurders en voor de branchering? Nou, daar kijken we natuurlijk bij de hele ontwikkeling direct naar. En we zijn met alle huidige huurders in gesprek geweest. Om te kijken of we hun wensen en eisen konden meenemen op het moment dat ze meegaan in onze planvorming. Dat is eigenlijk door alle huurders heel goed ontvangen. En wij zien bij deze renovatie mogelijkheden om in ieder geval grote trekkers te huisvesten. Maar daarnaast ook de huidige huurders goed te herlokeren. En daardoor krijg je weer de goede branchemix die we heel erg wensen voor dit winkelcentrum. Wat een beetje de kern is dat er drie grote trekkers komen in het winkelcentrum. We willen een vergroting van twee huidige huurders, daar zijn we mee in gesprek. En we willen een derde grote trekker ook laten landen in het winkelcentrum. Daar zijn we met meerdere partijen mee in gesprek. Wanneer kunnen we dit allemaal verwachten en gaan zien? Nou, we zijn al geruime tijd in overleg met de gemeente. Dus welstand is betrokken, maar ook de ambtenaren die zeg maar, dit proces moeten gaan begeleiden. Ja. En ook de politiek. En we gaan binnen nu en 6 weken de bouwvergunning indienen. En de planning is om begin volgend jaar te starten met de realisering van deze hele herontwikkeling.